Hallo jongens en meisjes, welkom terug bij een gloednieuwe video van jongens en meisjes. Een gloednieuwe Marvel/Sony-theorie. En vandaag zal ik het hebben over de nieuwe titel dat is getropt, Venom, Let There Be Carnage. En vandaag zal ik er een beetje over hebben hoe dat Spider-Man eigenlijk in de Sony-verse gaat geraken als Tom Holland zijn contract of Marvel en Sony niet meer kunnen samenwerken. Dus stel dat Spider-Man dan uiteindelijk in de Sony-verse zal landen, zal dit waarschijnlijk gebeuren. Dus jongens en meisjes, laten we dan maar kijken naar de theorie. Oké, jongens en meisjes, laten we als eerste beginnen met deze geleakte foto's over Clayton Cassidy, a.k.a. Carnage. En deze acteur was ook in de eerste Venom movie, in de end credits eigenlijk. Ik zal straks ook nog een filmpje tonen over dat. Maar hij heeft een soort van Hawaiians shirt aan. Dat droeg hij ook in de comics. Dus kleine easter egg. Maar jongens en meisjes, laten we dan maar doorgaan naar de clip van de eerste Venom movie. There's gonna be carnage. Dus ja, dat verwijst al genoeg dat hij dan in de tweede film gaat terugkomen. En er is ook nog een andere film dat ik wil tonen. En dat is deze titel / film, want ik bedoel, het gaat een film komen. En deze trailer is denk ik aan enkele maanden terug gereleased. En dat is redelijk cool, want Morbius Living Vampire is ook een Spider-Man slechterik. En ik zal het hebben over dat, hoe dat Spider-Man in de Sony-verse kan raken zonder dat hij eigenlijk weg is in de MCU. Dus laat ik het dan maar vertellen. Dus als Doctor Strange Into the Multiverse of Madness in de cinema geraakt, dankzij, je weet wel, de dingen dat nu gebeuren allemaal. Maar het gaat over multiverses, dus waarschijnlijk gaat er een kleine easter egg zijn dat er waarschijnlijk ooit een Sony-verse / Spider-verse zal komen. You're saying there's a multiverse? Recht uit Spider-Man, a.k.a. Peter Parker, zijn mond. Ja, er is een multiverse. Dat was een kleine voice crack. In Doctor Strange zullen wij een kleine easter egg krijgen met al de tijd en zo, en de ruimte, en alle planeten, en alle multiverse-planeten dat er allemaal bestaan. Of in Loki, want het kan ook zijn dat Kang the Conqueror in Loki zal geïntroduceerd worden, en dan zo in Avengers 5 of Avengers 6 zal komen. Dus hopelijk, ik hoop echt dat Kang the Conqueror er zal voor zorgen dat Spider-Man in de Sony-verse zal geraken, want Kang the Conqueror is ook een soort van afstammeling van de Fantastic Four. Dus dat betekent eigenlijk ook dat de Fantastic Four in Avengers zullen komen. En ook een soort van deel zullen maken van die familie. Jongens en meisjes, laten we doorgaan naar het volgende stuk. Oké, dus er zitten nu al 3 films in de Sony-verse. Je hebt normale Venom, Venom 2 en dan Morbius. Dat zijn eigenlijk live-action films. Ik ga niet de animatie er ook bij doen van Spider-Verse. Dat ga ik er niet bij halen, want dat is niet echt. Het is animatie, oké? Het is niet echt live action, dus ja, oké. Dus wat er zal gebeuren, Spider-Man zal in de Sony-verse geraken en daar zal eigenlijk een soort van Spider-Verse tussen haakjes gebeuren. Dus alle Spider-Manen had hij gaan vinden of gaan hem vinden. En dus dat gaat in live action zijn, dus je hebt een live action Miles Morales. Die zou ik best door de dude Lucas van Stranger Things laten spelen. Ik weet niet, hij ziet er wel een Miles Morales uit. En Gwen Stacy en ook nog Spider-Man 2099, Spider-Man Noir, Spider-Ham. Heel veel Spider-Manen. Dus ja, hopelijk zal Sony dat ooit wel kunnen doen. Maar jongens en meisjes, laten we dan doorgaan naar het volgende. Dus dankzij dan Loki of Doctor Strange kan dan Spider-Man in zijn eigen universum gaan of naartoe gaan. En dan kan hij eigenlijk niet echt direct terugkomen, maar als het contract dan tussen Marvel en Sony oké is, kan hij wel bijvoorbeeld voor 1 film of 2 films terugkomen. Maar dan gaat hij dan terug naar zijn eigen soort van multiverse of universum, waar het dan eigenlijk de Spider-Verse speelt, waar ze moeten vechten tegen de Spider-Eters, de vampieren, ik weet niet meer precies hoe ze noemen. Maar ja, dat is eigenlijk het idee dat ik heb in mijn hoofd. Van ja, stel dat het toch niet oké gaat tussen Marvel en Sony, kan altijd dit gebeuren. En ik denk dat dit het was. Jongens en meisjes, hopelijk heb je genoten van deze video.
Als je meer wilt van Marvel theories, laat het achter in de reacties. En dan, jongens en meisjes, zie ik jullie allemaal bij de volgende video. Een dikke, vette doei.